Een van de eerste dingen die je zal merken als je de nieuwe InDesign 2019 installeert, is de nieuwe interface. Vooral als je gebruik maakt van de Workspace Essentials, zal je heel wat verschillen zien. Er is nu een Properties paneel, ter vervanging van het vroegere regelpaneel dat we bovenaan in de layout vroeger zagen. Het principe is eenvoudig en ken je waarschijnlijk wel al een beetje. Het is een contextueel paneel dat opties aanbiedt afhankelijk van wat geselecteerd is. Momenteel niets, dus ik krijg de kenmerken te zien van het document. Als ik bijvoorbeeld ga inzoomen op een foto en ik selecteer een foto, dan zien we inderdaad allemaal eigenschappen die kunnen aangepast worden van de foto. Transformeren, fill and stroke enzovoort. De frame fitting options waar we in een andere video ook dieper op ingegaan zijn. Als ik even naar tekst zou gaan, ik selecteer tekst. Zo, dan zien we inderdaad alle opties die daarmee te maken hebben. We kunnen kiezen voor alinea-stijlen en tekenstijlen. We de strook terug aanpassen, character en het gewicht, puntgrootte, uitlijning. Je ziet ook af en toe drie puntjes staan. Je kan daarop klikken, dat is een icoontje. Dat zorgt ervoor dat we meer opties hebben. Een van de dingen waar ik wat dieper op wil ingaan, is de mogelijkheid om je layout aan te passen. We hebben hier in het Properties paneel de knop Adjust Layout. Ik ga er even gebruik van maken. En momenteel heb ik een opmaak in een A5 formaat. Stel dat ik naar een A4 wil gaan, dan heb ik die mogelijkheid. Ik kies voor A4. Ik kan kiezen dat mijn marges zich automatisch aanpassen naar gelang deze schaling. Of ik kies voor eigen gekozen waarden. En wat ik ook zou kunnen doen, is de lettertype grootte ook laten schalen. Waarbij ik dan de mogelijkheid heb om een minimum en een maximum puntgrootte op te geven. Laten we dat even proberen. Druk op OK. En dit biedt best wel wat mogelijkheden. Je zal zien dat dit niet altijd overal perfect werkt, maar het bespaart toch heel wat werk.